Goed, we zitten ons dus bij je opgave 26 van basisbegrippen voor havenbovenbouw. In figuur 1.22, dat is deze, staat een opstelling voor een lichtproef. Omen verschuift de letter L in de lens telkens zo dat een scherp beeld op het scherm te zien is. Hij meet dan de afstand van de letter L tot aan de lens, dat is deze afstand. En de afstand van het scherm tot de lens, dat is deze afstand. En die zet hij uit in figuur 1.23. Toon aan of er een verband tussen L en die andere afstand, of die omgekeerd evenredig is. Nou, de evenredige afstand bepaal je zo groot mogelijk getallen voor, omgekeerd evenredig verband geldt dat de afstand van het scherm tot de lens, als die drie keer zo klein wordt, dat dan de afstand van L tot de lens drie keer zo groot wordt. Nou, de afstand van L tot de lens, als je die 30 centimeter neemt, dan is de afstand die erbij hoort, als je dat in de grafiek afleest, 60 centimeter. Als je de afstand van L tot de lens 90 centimeter maakt, dan zou dus die 60 drie keer zo klein moeten worden, is 20. Dus als je dat afleest in de grafiek, dan is dat niet zo. Dus niet een andere waarde. Dus het is geen omgekeerd evenredig verband. 27 dan. Iemand heeft het verband onderzocht tussen de weerstand R van een koperdraad en de doorsnede A van een koperdraad. De resultaten staan in het diagram. Dit is de doorsnede en dit is de weerstand. Laat zien dat de weerstand omgekeerd kwadratisch evenredig is met de diameter D. Nou, als je dat doet, bij een omgekeerd kwadratisch evenredig verband geldt dat als de weerstand n keer kwadraat keer zo klein wordt, dat de weerstand dan n keer zo groot wordt. Dus als hier is het dan de diameter van 2 naar 4, dus dat is dubbel zo groot, dan zou dus de weerstand n keer kwadraat 4 keer zo klein moeten worden. Dat staat hier ook. Ja, zo kun je het dus bepalen. Als je dan de waardes in zoekt, dan blijkt dat inderdaad allemaal netjes te kloppen. Breken dan de weerstand bij een diameter van 8 mm. Nou, dan moet je de lijn extrapoleren naar 8 mm. Dat is hier. En zo nauwkeurig mogelijk aflezen. 2 micro-ohm. En dan bij C berekende weerstand, bij een weerstand 1 moet je de lijn ook extrapoleren, want die ligt niet op, dus dan ga je zo goed mogelijk dat proberen door te trekken. Op papier natuurlijk, niet op het scherm, maar op papier, en dan zit je ongeveer bij de 120. Nou, goed, gaan we naar Eking 6, examenbepalingen. Opgave 28. Hier zie je een foto van een molen, schat de hoogte vanaf de grond tot de bovenkant van de molen, geeft het antwoord tegen de cijfers. Dat kun je doen door zo'n mens op te meten, waarvan je weet, deze is echt ongeveer 1,80 meter en op de tekening is hij 6 mm. En de molen is in die meterkop als 44 mm, dan kan ik deze dus de echte hoogte van de molen uitrekenen. Hoe duurt het dan? Je gaat van 6 delen door 6 maal 44, en dat doe je hier ook. 1,8 gedeeld door 6 maal 44, en dan weet je die waarde. Die blijkt dan 13,2 meter te zijn. Even kijken naar significantie. Overal, het is maar 2. Dus significantie hier ook 2. Zijn drie weerstanden die ze maken hebben met het maken van de figuur. Construeer, teken en schets. Betrekking aan een elastieke massa van 10 gram. De lengte van de elastiek is dan 15,2 cm. Volgens gang zijn massa van 50 gram erbij. Dus wel 60. En met middellengte doet ze dan 10 keer. Schets dan het verband bij A en teken het verband bij B. Nou, je ziet, het ziet er ongeveer hetzelfde uit. Het verschil is natuurlijk dat je bij B echt de meetpunten in tekent en dat de lijn daar vloeiend doorheen loopt. Terwijl bij de schets laat je alleen het verloop van de grafiek lopen. Wel bij allebei natuurlijk. De eenheden er langs, grootheden en eenheden pijl aangeven welke dat het is. Nou, gaan we naar 30. Figuur 1.27 is de CD, een CD, klein weergegeven, dat is deze. Op gekleurde gedeelte tussen de zwarte balk bevindt zich het spoor. De aftasting van het spoor gebeurt met constante snelheid. Voor de snelheid geldt V is 2 maal pi maal R gedeeld door T, waarbij R is de straal en T is de omlooptijd. Het afspelen van de CD gebeurt van buiten naar binnen. We redeneren als de tijd van een rondje telkens toeneemt, naarmate hij langer aanstaat of vergelijkbaar. Nou, hier heb je de formule. V is 2 maal pi maal R gedeeld door T. De snelheid is constant. R wordt steeds groter. Nou, dan moet T, om dat te compenseren, ook steeds groter worden. Dus hoe langer dat het duurt, hoe groter de omlooptijd voor één rondje wordt. Gaan we naar 31. Xavier vult een grote glazen cilinder met 2,5 liter water. Grondoppervlak is een cirkel met een binnendiameter van 10,4 cm. Toon aan dat het oppervlak van de cirkel gelijk is aan 84,9 cm en berekent de hoogte van de cilinder. Nou, eerst maar het oppervlak van de cilinder.
A is een kwart maal pi maal de diameter in het kwadraat. Pi r kwadraat mag ook, moet je eerst d niet zo verdubbelen. Maar goed, invullen geeft A is pi maal 10,4 in het kwadraat. Heeft deze waarde, even letten, is gegeven in 3 significante cijfers. Dus deze is ook 3 significante cijfers. Een kwart is exact, dus daar hoef je niet naar te kijken. En pi is ook exact. Die tellen dus niet mee voor de significantiebepaling. De hoogte van het volume en de oppervlak is volume is oppervlak maal hoogte bij een cilinder. Het oppervlak hebben we net uitgerekend. Het volume weten we ook, dus die vullen we in allebei. Dat is hier gebeurd. En dan zie je alleen dat de H nog overblijft. En H is dan dus die waarde, deze over die waarde. 29,4 uit, maar even opletten, de significantie was 2. Dus antwoord ook significantie 2. 32. Jan van Gent is de grootste zeevogel van het Noordzeegebied. Hij leeft van vis die vangt door middel van een duik vanuit de lucht. De ene keer laat hij zich vallen, de andere keer doet hij een krachtige vleugelslag tijdens de val. Laat hij zich alleen maar vallen, dat geldt voor het verband tussen snelheid en valhoogte dit. De snelheid in het kwadraat is 19,6 maal de valhoogte. Meterseconden en meter zijn de eenheden. Nou, bij een duik van 30 meter hoogte komt Jan van Gent met een snelheid van ruim 100 km per uur in het water terecht. Laat zien of hij een vleugelslag heeft gemaakt of niet. Nou, gaan we kijken. Alleen vallen, V is kwadraat maal 19,6 maal de hoogte. Invullen, daar komt 588 uit. De wortel eruit is 24,2. Als je dat omrekent naar kilometer per uur maal 3,6 is 87. Nou, dat is dus lang en onder, dus hij moet een vleugelslag hebben gemaakt. Dan B. Leid de eenheid van de constante af. Nou, hier heb je de formule weer. V kwadraat is 19,6 maal de hoogte. Daar vul je, dit zijn de twee eenheden. Die vul je in. Meter kwadraat gedeeld door seconde kwadraat. En hier heb je meter. Nou, hier heb je meter kwadraat. Hier heb je alleen maar meter, dus hier moet ook meter zitten. Dat kan niet anders. En hier heb je gedeelde seconde in het kwadraat. En dat heb je hier niet. Dus moet hier gedeelde seconde in het kwadraat zitten. Nou, klopt precies. Ja. Ik ga even kijken dan op. 33. Rien rijdt in een auto met een snelheid van 50 km per uur. Plotseling ziet hij een bal de weg op rollen en gaat remmen. Voor de stopafstand van de auto geldt. De stopafstand is 0,606 in het maal de snelheid in het kwadraat plus de 0,8 maal de snelheid. En dan moet de snelheid in meter per seconde en niet in kilometer per uur. Voor een snelheid van 0 tot 100 km per uur staat de stopafstand in de figuur gegeven. Hier zo. Snelheid en stopafstand. Bepaal de stopafstand met de snelheid van 50 km per uur in twee significante cijfers. Nou, als je dat met een diagram gaat doen, dan levert dat dus hier bij 50, levert op dat het 23 meter is. Als je dat gaat berekenen, dan doe je dat door de gegevens in te vullen. Dus kijk, wij moeten dat hier doen bij B met 120 km per uur. Dus eerst even meter per seconde maken, dit is 3,6, 33,33, vul je hierin en daarin. En dat is hier dus uitgeschreven. Nou, dan stop je dat in je rekenmachine, dan komt er uit 33,3. Even let op de significantie. Die moet 2 zijn. Is dat eigenlijk wel zo? Want hier is de snelheid in 3 significante cijfers gegeven. Dus volgens mij is dit het juiste antwoord en dit niet. Of vergis ik mij? Nee, volgens mij vergis ik mij niet. Want dit zijn exacte waardes, dus die tellen niet mee. Oké. Dat was het alweer. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.